NEC-speler Bas Kuipers opende dinsdagmiddag het project Score een Boek. Score een Boek is een project voor de basisscholen in Nijmegen in samenwerking met NEC en de bibliotheek. Kinderen van de bovenbouw moeten in deze 8 weken zoveel mogelijk boeken lezen waarmee ze doelpunten in de vorm van stickers kunnen verdienen. Berry Bakker, directeur van basisschool De Wingerd, vindt het mooi dat je de motivatie van het lezen kan laten stimuleren door een van je helden van de NEC. Nou ja, landelijk gezien daalt Nederland op de prestatielijst van het lezen en ook de leesmotivatie. En hoe mooi is het dan dat je sporthelden van je eigen stad op je school kunt laten vertellen dat het belangrijk en goed is om te lezen. NEC-speler Bas Kuipers vindt lezen ook belangrijk, zodat kinderen niet de hele dag achter de iPad zitten. Ik denk dat het belangrijk is om te lezen, omdat je tegenwoordig heel veel kinderen natuurlijk op de iPad zitten, om aan het gamen zijn, maar het ook goed is om je hersenen iets anders te stimuleren. Dat je er gewoon dingen van leert en creatief ook door wordt. Dus daarom is het denk ik heel belangrijk om te doen. Zelf leest hij ook veel? Vroeger wat minder. Daar ben ik ook eerlijk in, maar ja, tegenwoordig lees ik best vaak. En het geeft mij best wel veel rust en ik vind het ook leuk om nieuwe dingen weer te leren en daarom doe ik het. Het project duurt een aantal weken waarbij kinderen zichzelf een doel stellen. Dus klassen stellen bijvoorbeeld een doel, we gaan 100 boeken lezen in 2 weken tijd. En krijgen ook thuisopdrachten waarbij ouders ook mee gaan doen. En alles is bedoeld om uiteindelijk niet alleen in deze weken te lezen, maar ook om te blijven lezen. Je kunt wel nagaan, als jij boeken verslindt, dan leer jij ongemerkt heel veel woorden kennen. Dan leer je teksten begrijpen. En dat komt al het leren komt dat ten goede. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Ik vind het altijd leuk om naar scholen te gaan. En ik word altijd heel vrolijk van kinderen. Ik weet niet precies waarom, maar het is een soort... ze zijn eerlijk, enthousiast en ik vind dat altijd leuk om te zien.